Paulo Dybala. Ja, gevaarlijke steekbal. Op tijd vertrokken. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezicht, dan moet je kijken. Ja, lekker hoor, als je de eerste maakt. En fijn hè, dat de brilstand van het bord is verdwenen. Op basis van het spel kun je moeilijk beweren dat dit doelpunt in de lucht komt vallen. Ze dringen al de hele wedstrijd aan en deze goal lijkt me dan ook gewoon verdiend. Ja, zie het, je hebt er absoluut kijk op. Ze zijn gewoon de betere ploeg. De score is geopend. Het is 1-0. Ja, daar is het balverlies van Kroos. Dybala aan de bal richting doelgebied. Bal aangeraakt, inworp. Gerard Piqué. Modric. Paulo Dybala. Oei, dat gaat gelukkig goed. Er wordt gefloten voor buitenspel. Maar dat kan nooit veel schelen. Frenkie de Jong. Gareth Bale. Beroerd verdedigd. Gareth Bale! Ja, mooi gedaan zeg! Worden van Joshua Kimmich. Nee, die kopbal levert geen doelpunt op. Hij werkt de bal net naast de paal. Hij timde wel goed. Die credits moeten we hem geven. Maar uiteindelijk gaf hij hem net de verkeerde richting mee. Paulo Dybala. Is alweer even aan de bal. Dybala moet een goal maken. Speelt het verder. Hij zit erin. Zo wordt het nog groter. Daar is het. Lekker de voetballer. Ja. De tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Die eerste inzet wordt nog gekeerd, maar dan zie je hier dat het fout gaat. Ja, de doelman kon die bal niet bij zich houden, met alle gevolgen van dien. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Let goed op en onderschept die paas. Kunnen ze profiteren van deze paas? Ter Stegen pakt deze bal moeiteloos. En nu wordt het oppassen. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Steekt die bal maar door. Paul, hij pakt de bal en begint aan uitbraak. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Komt er een voorzet aan? Net op tijd ertussen. Het gevaar is even geweken, maar de scheidsrechter geeft wel een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Ze nemen het balbezit weer over op het middenveld. Gareth Bale. Paulo Dybala. Balbezit naar de tegenstander. Wat gaat hij hiermee doen? Sergio Ramos neemt de bal over. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Het ziet er veelbelovend uit.
Hij weet het schot tegen te houden. Hij is te gretig. Ja, staat hij buiten spel. Sergio Ramos. Jordi Alba. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nog aan de bal hier. Broos! Doelman ertussen. Spel gaat verder. Goed werk van die doelman. Hij komt op tijd uit. Pakt die bal zo voor zijn voeten weg. Hij speelt hem naar de doelman. Ze komen weer in balbezit. Dat was oppassen. Een schot van Dybala. De doelman met een redding. We gaan de rust in met 2-0. Het komt er allemaal nog niet zo uit bij hem vandaag. Zijn offensieve bijdrage, ja, valt tegen. Ja, een aanvaller hoeft natuurlijk niet altijd de bal te hebben. Daar is het startsein voor het tweede bedrijf in deze wedstrijd. In de eerste speelronde in de groepsfase van de Champions League. Ja, Sip, we zijn behoorlijk aan onze trekker gekomen in de eerste helft. Laten we eens gaan kijken wie dit duel in zijn voordeel weet te beslissen. Frenkie de Jong. Dybala moet een goal maken. Ja, deze speler heeft een kalmeringsmiddel nodig, hoor. Een waanzinnig schot van zo dichtbij. Ja, van die afstand. Dat is toch helemaal nergens voor nodig? Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Paulo Dybala. En ze komen weer aan de bal. Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. Dat is een open kant voor Dybala. Die bal wordt geblokt door die speler. Korte bal op een teamgenoot. Dat is een voorzet naar Dybala. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Hij zat er goed bij. De bal gaat uit voor een inworp. Hij zit er goed tussen bij die pas. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Ja, de coach moet proberen wat aan die achterstand te doen. En brengt in de tweede helft een wisselspeler in. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Zou wel eens wat kunnen worden. Maar met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Ja, geef die bal maar voor. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Schitterende redding. Ontzettend. Wat een reflex, zeg. Nou, op de tribune stelden ze hem al. Wat een grote kans was dit. Corner van Joshua Kimmich. Op de 16. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Hij rukt verderop. Midden voor het doel gegeven. Die voorzet is te kort. Matige bal. Cristiano Ronaldo. Oh, wordt ingeleverd.
Modric. En start die brommen maar. Hij pakt de bal en begint dan uit te gaan. En daar is hij dan, het doelpunt van Gareth Bale. Ik denk dat ze hem iets te veel ruimte gaven daar. Zie je van ruimte. En hij heeft maar een klein straatje nodig. Ze hadden het beter moeten weten. Ze waren de hele wedstrijd aan de bovenliggende partij. Maar hier doen zij nog even een schepje bovenop. Ze laten hier ondubbelzinnig zien wie de absolute baas op het veld is. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. De bal moet ingegooid worden. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Naar de man bij de tweede paal. Het is nog niet klaar na die redding van Ter Stegen. Hij pakt die bal. Hij legt hem bij de tweede paal. De verdediging haalt probleemloos de angel uit die voorzet. Neemt die bal uitstekend aan onder moeilijke omstandigheden. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Het scheelt een stuk. Heel wat, dit schot ruim naast. Die mooie voorzet wordt niet goed afgerond. De bal belandt naast het doel. Die voorzet was goed, zien we in de herhaling. Maar dan wordt die bal naast gewerkt. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Daar zit iemand tussen bij dat schot. Ja, Gerard Piqué wordt belaagd. Goed hoor dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Duidelijke overtreding, vrije trap. Deze paas. Schiet op doel. Die is voor de doelman. De bal komt voor het doel. Ze krijgen die bal maar niet weg. Vervolgt ze weg naar het doel. Opgeruimd staat netjes, zal hij denken. Nee, net mis. Terwijl hij toch echt zijn best deed om hem net binnen de palen te plaatsen. Ja, dat is toch een kans weggegooid, hoor. Van zo dichtbij, niet scoren. Dan gaat er wel iets heel erg mis. Marc-André Ter Stegen. Nog 15 minuten te spelen in dit duel.
met die paas stond onderscheiden.
Heb goed opgelet. Wat een loopactie zeg, hij blijft aan de bal. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Gaat dit wat worden? Balbezit veroverd. Mooi, die stelpaas gegeven door Cristiano Ronaldo. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Zou wel eens wat kunnen worden. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. En zo dadelijk mag hij echt. En Cristiano Ronaldo wordt naar de kant gehaald. Hij heeft natuurlijk zijn aandeel in de voorsprong met dat doelpunt. Ah, bijna maakte hij er nog eentje. Met die inzet die op het aluminium kwam. We hebben nog 9 minuten te gaan. De basis van hem is vandaag niets mis. Hij wordt buitenspel gegeven, maar is dat wel zo? Nou, op het nippertje hoor. Gerard Piqué. Toni Kroos. Die gaat uit. Inworp.
mistige steekbal. Dit kan wel eens een kans opleveren. Zag er goed uit. Maar de doelman laat die kopbal niet door. Dit begint er aardig uit te zien. Nou, wat kan hij hiermee? In de handen van de doelman, die uit zijn doel komt. Oh, kippertje, dat is Russische roulette. Dat is gevaarlijk. Ja, daar komt hij goed weg, hoor. Hij weet gelukkig nog te redden nadat hij die bal gewoon had weggegeven. Echt weggegeven. Proost doneert de bal aan de tegenstander. Alsof het een goed doel is. Niemand in de buurt daar. Die doelman moet opletten. En nu wordt het oppassen. De doelman heeft hem in zijn handen. Griezmann dribbelt met de bal richting het doelgebied van de tegenstander. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. Ja, deze speler heeft een kalmeringsmiddel nodig, hoor. Een waanzinnig schot van zo dichtbij. Van die afstand, dat is toch helemaal nergens voor nodig. Maar Peter Greten, goed spel. Slordig op de balbezit. Tegenstander neemt over. Griezmann nog steeds aan de bal. Daar klinkt het eindsignaal en ze beginnen hun Europese campagne met 3 belangrijke punten. Belangrijk, hoor, zo'n goede start. Ja, dat is heel lekker.